Ik denk dat wij langzamerhand gaan beginnen. En wat wij niet willen is een overvloed aan slides over onze kijkers heen laten stromen. Maar wat wij wel willen is eventjes wat kaders stellen hoe wij met elkaar dit uur willen doorbrengen. We hebben 3 gasten en wat wij willen is, we willen met elkaar een gesprek. Het gaat ons om het goede gesprek dat we voeren, over communicatie, hoe je dat aanpakt. We willen voorbeelden doen, we gaan proberen op elkaar te reageren, maar we willen juist ook heel erg graag dat onze kijkers reageren. Want het is best een onderwerp dat speelt, hè? We hadden ruim 200 aanmeldingen voor dit webinar, dus we zijn in goed gezelschap. En ik kan me voorstellen dat er veel vragen zijn, opmerkingen zijn. Als jullie willen, lieve kijkers, dat wij bepaalde onderwerpen gaan bespreken, geef het alsjeblieft aan. Hè? Aan de overkant van mij zit mijn collega Tessa. En Tessa die houdt de Q&A in de gaten. Dus als jullie iets hebben, zet het alsjeblieft in de Q&A. Tessa zal antwoorden en gaat anderzijds geeft het dan aan mij door met briefjes en appjes en andere dingen om te zorgen dat wij het dan met elkaar kunnen gaan bespreken. Dus die Q&A van harte uitgenodigd. Nou, mocht de verbinding wegvallen van onze kijkers, en ook van jullie dames, druk gewoon opnieuw op de link en dan kom je vanzelf eigenlijk weer in ons webinar. En goed te weten, het webinar wordt opgenomen. Dus als we nou het komende uur dingen tegen elkaar zeggen waarvan je zegt van, goh, dat moet mijn manager communicatie zien, of dit is zo interessant voor die collega in de wijk, je krijgt daags na het webinar een nieuwsbrief van ons vanuit Compaan, waar een terugkijklink in zit. En dan komen wij bij onze gasten. En we hebben Saskia, Tessa en Michelle uitgenodigd. En Saskia, ik geef jou eerst de gelegenheid je voor te stellen, maar eigenlijk zou ik daar zelf heel kort iets bij willen zeggen. En hier verras ik je natuurlijk mee. Maar Saskia ken ik eigenlijk al mijn hele Compaan-leven, bijna 10 jaar inmiddels. En het is al zo dat Saskia aan de basis heeft gestaan bij de gedachte over de allereerste Compaan. Kun je nog herinneren, Saskia, bijna 10 jaar geleden? Ik zie het nog voor me. Ja, precies. Ja. Een stuk minder rimpels. Is gelijk. Nu laat ik het aan jou verder. Ja, en mijn naam is Saskia Keizer. Ik ben werkzaam binnen de zorgbalans als adviseur strategie, technologie en innovatie. En in de tijd dat ik Joost op mijn pad kreeg, was ik verantwoordelijk voor de ledenorganisatie van Zorgbalans, Service Passport. En van daaruit deden we eigenlijk al veel met technologie thuis, alarmering, alarmopvolging. En zo kwamen we ook op andere soorten technologie terecht, Joost. En zo kwamen we in contact met jou. Ja. En zijn we mooie dingen gaan doen. Ja. Top. Nou, en dan gaan we over naar iemand die ik nog niet zo lang ken, maar wel iemand die voor een organisatie werkt waar de Customer Success Manager bij ons, hè, die verantwoordelijk is voor Magenta Zorg, Nathalie Uiterwijk, die zegt daarover, bij Magenta gaat alles vanzelf. Maar dat geloven wij niet, want ik denk dat jij er iets mee te maken hebt, Dessa. Nou, dank voor het compliment. Ik misschien een klein beetje, maar ook zeker mijn collega's waarmee ik natuurlijk samenwerk. En we zeiden deze week al, nou, we hebben ook gewoon al echt een lekker team waarmee we samenwerken. Maar goed, mijn naam is Tessa Bouwhuis. Ik werk dus inderdaad bij Magenta Zorg als projectleider bij Zorg aan Huis. We hebben 3 takken van sport binnen Magenta, verpleeghuiszorg, revalidatie en zorg aan huis. En ik leid dus een aantal projecten, waaronder het project Beeldzorg. En ik ondersteun de manager zorg en de directeur met het organiseren van allerhande zaken binnen de thuiszorg. Super, dankjewel. En dan hebben we Michelle. En Michelle, jij bent waarschijnlijk de meest populaire klant van Compaan bij mijn collega's. Wij vragen ons af waarom, maar ik weet het denk ik. Het heeft alles te maken met natuurlijk wat jij met de Zonnehuisgroep doet. Maar ook omdat iedere keer dat wij contact met elkaar hebben, met de Zonnehuisgroep, dat er chocola bij komt kijken. Ja, dat is wel een beetje zo, hè? Wij krijgen wel vaak of chocola, maar we hebben die in het begin zo lekker gevonden dat we daar ook wel wat wel eens om vragen. Ik ben dus Michelle Stuy en ik ben projectleider ICT en innovatie voor thuis. En voor aankomend jaar ook voor onze herstelafdeling.
En ja, 2 jaar geleden binnengekomen om beeldzorg te gaan implementeren in de wijk. En nu is het zelfs zover dat we met een hele grote groep, hele leuke, goede collega's, ook echt een team digitale zorg hebben kunnen opzetten. En daar delen wij graag onze chocolaatjes mee. Of jullie chocolaatjes delen wij daar graag mee. Oké, nou dan denk ik dat wij lekker de inhoud in gaan. En als ik, oh, dit is niet goed, wacht even, ik moet de slide delen, dat is deze, dat zijn namelijk even wat kaders stellen. En ik had beloofd niet te veel gaan doen met slides, één uitzondering op dat verhaal als het even mag. Want we gaan het hebben over communicatie, maar om goed te communiceren moet je natuurlijk wel je basis op orde hebben. En dat vinden wij bij Compaan, en ik weet zeker jullie ook, dames, super belangrijk. En als je dan aan ons vraagt van, goh, wat is die basis dan? Hè? Wat zijn de dingen, als ik ga communiceren, waar ik goed rekening mee moet houden, dat ik dat of deels geborgd heb? Nou, als eerste is het heel erg belangrijk dat er binnen een organisatie een goede visie is op digitale zorg. En eigenlijk komen we geen organisatie meer tegen waar dat niet het geval is. En ook steeds meer vanuit bijvoorbeeld een VWS, onze minister, die constant bezig is om te communiceren over een zorg die mensen zelf kunnen doen. Wat kunt u zelf? Wat kan familie in uw omgeving? En wat kan technologie misschien daarna? En juist in die as denk ik dat het heel erg mooi is om een visie neer te leggen. Nou, als je dan technologie in je visie hebt, is het ook belangrijk om daar urgentie op te geven. En want dat zien wij wel vaak. En we zien vaak gebeuren dat zorgtechnologie een beetje in het hoekje superbelangrijk, maar niet urgent plaats krijgt. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk om constant bezig te zijn met het onderwerp. Constant erover te blijven communiceren op alle mogelijke manieren. Dus die urgentie, die is heel erg belangrijk. Wat we ook zien, een projectleider, en dat kunnen jullie ongetwijfeld bevestigen, die aangesteld wordt en die ook mandaat heeft. Een duidelijke scope heeft en weet wat er moet gebeuren en ook het management achter zich heeft om daar echt mee aan de gang te gaan. Daar volgt een plan uit, hè, met concrete doelen. Wat willen we met elkaar gaan bereiken als je het hebt over digitale zorg? Welke activiteiten wil ik gaan inplannen? En als we dat dan eenmaal opgezet hebben, is het heel erg belangrijk dat het vanuit die projectorganisatie verankerd wordt in het primaire proces. Hè, dat het echt in het zorgproces zijn plek krijgt. En als we dat soort zaken goed op orde hebben, is bij iedere stap eigenlijk constant die communicatie daarover essentieel. En dat is hetgene waar we het met elkaar over willen hebben. En wat we hebben gedaan is eigenlijk 3 mooie voorbeelden gepakt, die wij kennen uit onze Compaan-wereld. En die 3 voorbeelden willen we eigenlijk vandaag gaan bespreken. En Saskia, aan jou om het eerste voorbeeld met ons te delen. Ik zal de slide even laten zien. En dat is een prachtig magazine. En dan laat ik het aan jou. Ja, dankjewel Joost. Ja, we hebben besloten eind vorig jaar een magazine uit te brengen. Omdat we binnen Zorgbalans al heel veel ten aanzien van wat jij al noemde, Joost, de visie en de urgentie te vertellen en te delen hadden. En we hadden ook met elkaar een overzicht gemaakt van de technologie waar we binnen Zorgbalans mee wilden gaan werken. En wat je dan te doen hebt, is er wel voor te zorgen dat iedereen ook aan is en mee is op datgene wat je met elkaar besluit te doen. Hè? De richting die je met elkaar bepaalt. En om echt iedereen te bereiken, is er gewoon veel aan communicatie nodig. En dan zoek je naar een manier waarop je, in dit geval wilden we heel graag onze collega's meenemen, maar ook iets maken wat door mensen van buiten de organisatie gelezen zou kunnen worden. Of het cliënten zijn of verwijzers zijn. Hè. Dus we hebben ons geprobeerd daar in onze schrijfstijl echt op te richten. En wij hebben gemeente het uitbrengen van het blad en de week van de slimme zorgestafette daar een mooie moment ook voor te vinden. En ja, en op deze manier hebben we dit blad en de inhoud daarvan binnen de organisatie verspreid. En kunnen we het in allerlei bijeenkomsten steeds weer even beetpakken, er delen uit ophalen en dat met de anderen delen. En dan hebben wij in ieder geval een stuk houvast om onze boodschap goed uit te dragen. En wat we belangrijk vonden is dat iedereen zich in dit blad kan herkennen. Dus we hebben er ook enthousiasmerende verhalen in opgenomen die uit ervaring zijn voortgekomen.
En wat ik recent ook heel mooi vond, ik sprak iemand, een ruime zestiger, en die zei, ja, ik vind het toch wel wat spannend, wat eng wat er op ons afkomt. Maar die verhalen geven me dan wel weer moed. En daaruit zie je gewoon dat het ook heel belangrijk is wat de waarde van technologie is voor de ander, en dat je dat ook vooral blijft noemen. Dus dat is wat wij recent hebben gedaan, Joost. Met het blad. Wil je dat ik doorga? Nou, ik zie Tessa kijken, maar joh, ik vind hier wat van. Ik heb, toch? Ja. Zag je zo naar voren komen? Oh, nee hoor. Nee, ja, ik vind hier zeker wat van. Het ziet er hartstikke mooi uit. Het heeft ook een beetje het roze van onze magenta roze. Dus wij maken ook één keer per jaar een mooi blad. En ik vond het eigenlijk qua opmaak best wel daarop lijken. En ik weet ook gewoon dat het heel leuk is om, als je voor zo'n magazine op zoek gaat naar de mooie verhalen, dat je dan en medewerkers en cliënten spreekt en dat dus opschrijft. Ja, die gewoon heel enthousiast zijn over vernieuwingen en ontwikkelingen. Ja. En dan is het ook heel fijn om dat gewoon weer even op papier te zien. Dus dat, ik zie Saskia haar enthousiasme, en dat snap ik wel. Want dan word je gewoon weer even trots op waar we het allemaal voor doen eigenlijk. Ja, precies. Ja, klopt. Klopt. Ja, en wat zegt Saskia? Van reacties van collega's? Ja, we hebben hele goede heel veel enthousiaste feedback gekregen. En wat we er ook mee doen. En voor degene die het hebben kunnen lezen. Het is in ieder geval digitaal ook te lezen. Mits je de letters dan groot genoeg zet. Maar we hebben ook een actie eraan verbonden. We hebben een button gemaakt. Waarmee we onze zorgprofessionals een setje willen geven. En het setje is natuurlijk van Zorgbalans. Maar staat ook letterlijk voor het geven van een setje. Aan de slag gaan met zorgtechnologie. En voor sommige mensen zit dat echt nog in de fase verkennen. Maar voor veel mensen zijn daar al heel actief mee bezig. En wat je graag wil natuurlijk is dat de een de ander daar ook in aanmoedigt en meeneemt. Dus wij zien dit als een duimpje. Een duimpje omhoog en een extra bemoediging. En dit is iets wat we samen met dat magazine voorlopig ook nog zullen gebruiken om mensen te stimuleren hierop. Ja. Allemaal trotse buttons bij Zorgbalans. Ja, precies, precies. En verder gebruiken we natuurlijk dit ook om in onze bijeenkomsten, bijvoorbeeld met de teamrolhouders zorgtechnologie of de ABC'ers op de locaties, om over dit boekje en hetgeen wat erin staat ook met elkaar in gesprek te gaan. En om het van daaruit ook verder te brengen en kennis verder op te verdiepen. En we hopen natuurlijk volgend jaar met weer een volgend blad te kunnen komen met de ervaringen van het beeldbelteam. En de ervaringen van de locaties. En de ervaringen op het gebied van spraaktechnologie en leren en ontwikkelen. Ja, dus ambitieus, zeggen we dan maar. Ja. En hadden jullie vooraf, toen jullie dit magazine gemaakt hebben, jullie communicatiedoelstellingen gesteld? Ja, eigenlijk hebben we afgelopen jaar, dus we zijn begonnen met een visie op technologie, net zoals dat jij al zei. Hè? Zorgbalans heeft in de strategie een tegel opgenomen en dat heet integratie van technologie in ons werk. En vervolgens kun je tegen elkaar zeggen, wat verstaan we daar dan onder, hoe kijken we daar dan naar? En waar jij al even aan refereerde, hè, die urgentie is van belang. Hè? Vrijblijvend inzetten van technologie kan echt niet meer. Dat is wat we tegen elkaar gezegd hebben en dat is de uitspraak die er ligt. En vervolgens is het, hoe kom je van hier, van het hier en het nu, hè, naar dat perspectief waar je graag naartoe wil. Wij gebruiken daar ook het honingraadmodel van Filans voor. Mm-hmm. En zien dat we op heel veel plekken technologie wel in gebruik genomen hebben. Maar na dat opschalen en dat borgen doorstappen is echt de volgende stap waar je focus voor nodig hebt. En waar we ons op te richten hebben. Dat is zeg maar echt een volgende stap hierin die we willen nemen. Ja. Super, super. Sorry Saskia, wat zei? Ja, wat ik nog als laatste hierover wilde zeggen, is dat het ook heel belangrijk is dat technologie nooit op zichzelf staat. En dat refereerde jij ook aan. Hè? Het hangt samen ook met de zorg, met de veranderingen die we daarin ook met elkaar te brengen hebben. Ja. En dat is ook heel belangrijk voor succes. Zeg maar. Zeker. Ja. Een middel, wat ons betreft, is het inzetten van technologie in de zorg een middel en nooit een doel op zich. Ja, het is een middel om de zorg op langer termijn beschikbaar te houden. Helemaal eens. Ja. Ja. Tessa, als ik dan over mag naar jou. Jullie zijn volgens mij begin dit jaar begonnen met beeldzorg.
En hebben daar een zeer enthousiaste, of een mooie video met enthousiaste mensen opgenomen. En ik denk dat mijn collega Tessa die zo meteen in de chat ook zal zetten. Net zoals dat ze het magazine even in de chat heeft gezet, hè, zodat iedereen het in kan kijken. Wat wilden jullie bereiken, Tessa, met de video? Nou, ik zal eerst eventjes wat context geven, Joost. Want hij zegt inderdaad van, hè, we zijn begin dit jaar gestart met beeldzorg. Maar ik wil ook graag nog even vertellen hoe wij ons sowieso voorbereiden op de toekomst. En dan valt het filmpje valt ook een beetje op zijn, op zijn plek. We zijn een jaar geleden gestart met het programma Beter Thuis. En met dat programma hebben we een beweging in gang gezet bij zowel medewerkers als cliënten, als mantelzorgers, als het netwerk rondom cliënten en mantelzorgers, om hen mee te nemen in het denken aan bevorderen in zelfredzaamheid. Hè? Ja. Dus in plaats van de fysieke zorg. Dus we hebben eigenlijk van allerlei activiteiten gehad, voorlichtingsbijeenkomsten, themabijeenkomsten voor familie, cliënten, mantelzorgers. Maar ook onze medewerkers zijn natuurlijk daarin meegenomen. En zij voeren nu in plaats van een zorgintake, voeren zij een zelfredzaamheidsgesprek met een cliënt. Okay. Dus zij zijn eigenlijk afgelopen jaar daarin meegenomen om te kijken van ja, hoe kan je nou de stap maken van nou ja, eigenlijk standaard fysieke zorg leveren naar kijken wat is er nodig om een cliënt weer zelfredzaam te maken en hoe kunnen we op een andere manier zorg leveren als er toch zorg nodig is, hè, met behulp van een hulpmiddel of natuurlijk met zorgtechnologie. Dus zo'n beetje eind 2022 was het team kwam naar ons toe van hallo, wij willen aan de slag, maar we hebben wel het een en ander qua hulpmiddelen zeker, maar we hebben nog steeds geen beeldzorg die we dus kunnen aanbieden aan cliënten. Dus nou, we hebben in december natuurlijk Compaan gecontracteerd en in januari de eerste cliënt live op beeldzorg. Nou, dus dat lijkt alsof het vanzelf gaat, hè, wat je net al zei met die woorden. Dat is natuurlijk niet zo, maar het team was wel gewoon heel goed voorbereid. Ja. Nou ja, we werken dus met een scrum team. Dus niet zozeer met een projectteam, maar met een scrum team. We maken elke twee weken een sprintplanning. We bepalen elke twee weken van welke zaken gaan we nu opleveren om weer een vervolgstap te kunnen zetten. En in de tussentijd hebben we dus een centraal beeldzorgteam opgezet, hebben alle wijkteams aangesloten en leveren ook leveren dus beeldzorg aan cliënten en hebben natuurlijk communicatie opgezet. Dat ging ook een beetje des magenta's, om het maar zo te zeggen. In de zin van, ja, we wilden eigenlijk meteen een filmpje, we wilden onze medewerkers informeren. En dan zijn we dus niet zo heel erg van de hele lange stukken tekst richting de medewerkers. Want ja, die zijn ook druk en ze moeten het eigenlijk snel tot zich nemen. Dus toen kwamen we al snel op, dan is een filmpje wel het juiste medium. En toen was nog de keuze van, gaan we het dan echt even professioneel doen? Of gaan we het eigenlijk gewoon zelf filmen? Mm-hmm. En als je het hebt over wat gaan we de komende twee weken opleveren, ja, dan moet je het wel zelf doen, anders dan red je dat natuurlijk niet in die tijd. Dus we zijn gewoon met onze eigen iPhones gaan filmen. We hebben een script gemaakt natuurlijk vooraf. En hier zie je de directeur Suzanne Ernst in beeld. Zij heeft een stukje gefilmd. En daarna komt Priscilla Jennings, zij is de manager. En Ilse Perenboom, verpleegkundige. Dus zo zag je ook meteen even van, nou, hè, de hele organisatie is ermee bezig. En vertellen we hierin gewoon kort het verhaal van aanleiding beeldzorg. Waarom willen we dit? Waarom is het belangrijk? We hebben een beeldzorgteam opgezet. En beste medewerkers, denk na over welke cliënten je nu in je wijk hebt die je wellicht voor beeldzorg in aanmerking komen. Ja. En eigenlijk was het zo simpel als dat. En hebben we gewoon voor het eerst dit zo gedaan. En het was hartstikke leuk om te maken. En wat je ook krijgt als je het zelf maakt, is dat het nu persoonlijk wordt. En je er ook trots op bent. En dat het gewoon een laagdrempelig filmpje is geworden. Dus echt wel een beetje wat bij ons past. Het is super authentiek, hè? Ik denk dat mensen dat heel erg herkennen. Ja. Hoe waren de reacties vanuit de organisatie? Ja, goede reacties. Mensen vinden het ook heel fijn dat het ondertiteld is. Hè? Dus je kan hem ook in stille modus, kan je hem nog eventjes gewoon zo kijken.
Nou, ook wel leuk om te melden van we hadden dit gemaakt gewoon voor eigenlijk alleen het team Zorg aan Huis. Uiteindelijk mochten we hem ook plaatsen gewoon op het hele intranet voor heel Magenta Zorg om de hele organisatie hierover te informeren. Dus dat was natuurlijk heel leuk dat je eigenlijk, dat filmpje, dat werd gewoon enthousiast ontvangen. Ja, nou top. Superleuk. En volgende stap, hebben jullie al volgende communicatiegedachten, Tessa, waar je iets over kunt zeggen? Ja, we gaan ook vooral willen we een beetje de succesverhalen vast gaan leggen. Want wat je nu merkt is die eerste weken. Wat zei je? Nee, sorry, ik ontbrak je. Ik zei wat Saskia ook al zei, die echte verhalen van mensen. Ja, precies. Kijk, we zijn natuurlijk nu een paar weken gestart met beeldzorg. En mensen zijn nu heel enthousiast. Dus zowel cliënten als de medewerkers van het beeldzorgteam. Dus elke keer als je dan iemand uit het beeldzorgkantoor weer ziet lopen met een grote glimlach, dan krijg je eigenlijk de leuke verhalen te horen. En dat is natuurlijk mooi als je die kunt vasthouden. Dus we gaan ook gewoon vlogs opnemen met zowel medewerkers als hopelijk met cliënten. Om gewoon echt wel, wat biedt het nou om dat vast te leggen en ook vast te houden? Want over een tijdje is het een soort van gemeengoed, hopen we. En dan valt het je wat minder op misschien wel, die succesverhalen. Ja, leuk. Dan heb je al verhalen gehoord van collega's waarvan je denkt, ik overval hiermee, hè, dat realiseer ik me. Heb je al een verhaal waarvan je denkt, joh, dat vind ik leuk om nu te zeggen, dat is een eerste vlog of zo dat ik zou willen maken? Nou, we hebben wel in ieder geval gewoon een aantal echt goede dingen gehoord van waarom cliënten beeldzorg heel fijn vinden. Mm-hmm. En dat wil je natuurlijk het liefst ook weer terug laten komen in zo'n vlog. Ja. Dus bijvoorbeeld het directe 1-op-1 contact. Hè? Dat je iemand hoeft niet nog de jas uit te doen als iemand binnenkomt, even tas pakken. Nee, je hebt eigenlijk direct 1-op-1 contact. En dat je wordt gebeld op het afgesproken tijdstip, dus heel fijn. En de medewerkers zelf vinden het ook gewoon heel leuk om op deze manier zorg te verlenen. Want het is toch wel heel, je hebt toch wel gewoon heel goed contact. En soms hoor je ze ook gewoon keihard lachen met elkaar, omdat het gewoon ook wel soms tot grappige situaties leidt. Dus het is vooral heel, heel fijn. Het gaat gewoon heel goed. Ja. Super. Wat ik toch wilde vragen, Tessa, je zei in het begin van je betoog zei je dat jullie medewerkers eigenlijk aanleren om de zorg als dan op een andere manier. Je hebt heerlijk de zon binnen, of niet? Ja, het begint te schijnen. Lekker. Lente begint. Ja. Dat de medewerkers als het ware op een andere manier het gesprek ingaan, hè, als ze het over zorg gaan hebben en welke zorg. Dus wat kan de cliënt nog zelf? Wat kan de familie misschien? Mantelzorg. En wat kan technologie? Hebben jullie een bepaalde manier om medewerkers daarbij te ondersteunen? Ja, we hebben dat. We doen dat op basis van het model van positieve gezondheid. Dus ik weet niet of je dat kent, maar je gaat dan eigenlijk een aantal thema's langs. Hè, die het leven met elkaar vormen, zeg maar. En dan heb je het gesprek over vooral wat is belangrijk voor iemand. Mm-hmm. En niet zozeer van hoe gaat het. Het is echt veel meer de beleving van die persoon over hoe het gaat met hem of haar. En dat werkt natuurlijk, dat draagt eraan bij om op een andere manier ook te kijken naar wat is nu belangrijk voor iemand en wat kunnen wij daarin betekenen. Of is er misschien iets heel anders nodig voor diegene? Ja. En hoeven we niet zozeer fysieke zorg te leveren als wel iemand op een goede manier door te verwijzen naar een andere partij? Ja, oké. Michelle. Ja. Hoe is het met je? Goed. Ik ben een beetje verkouden. Ja. Je zei het al in de introductie net. Dat is super tof dat je alle energie voor vandaag dan samen balt op dit uurtje om bij ons te kunnen zijn. Zeker. Want jullie hebben natuurlijk ook een fantastisch initiatief gehad. En jullie hebben zelfs een hele maand georganiseerd. Let's Go Digital. Ja, dat klopt. Ja, daar zit eigenlijk een heel stuk aan vooraf. Wij zijn dus 2 jaar geleden begonnen met beeldzorg in te gaan zetten.
We hadden toen zo'n 15 wijkteams. En toen ben ik gewoon per wijkteam daar langs gegaan, scholing gegeven, trainingen. En steeds een stukje introduceren. Van, nou, lukt het je om zo ook zelf die keuzes te gaan maken? Dat ging op een gegeven moment best wel goed. Totdat je op een gegeven moment tegen een soort van muurtje aanloopt van, oké, we hebben er nu van 35, tussen de 30 en 35 zaten we steeds. Maar waarom komen we nou niet over die volgende drempel heen? Nou merk je, toen gingen we dat een beetje onderzoeken. En ik ging ook met enthousiaste andere collega's die ook echt uit de wijk komen. In gesprek over, waar zit nu precies die frictie of zo? En toen merkte je heel erg van, maar niet iedereen in ons wijkteam die is digitaal vaardig genoeg om beeldzorg te gaan leveren. Of die snapt het niet. Of die... die denken ook dat daarmee hun werk wordt weggehaald. En dus toen hadden we... Dus we misten soms een beetje die kennis en kunde in de wijkteams. En toen speelde er eigenlijk... Of eigenlijk speelt dat nog steeds altijd. Is ons verzuim best wel hoog. Dus dat zullen anderen ook wel herkennen. En hoe kunnen we nou bijvoorbeeld die twee dingen... Die drempel over om toch nog verder opschaling te doen met digitale zorg. En hoe kunnen we misschien ook onze verzuimmedewerkers daar iets in laten doen. En toen kwam het idee van als we nou team digitale zorg heet bij ons. Digitale zorg centraliseren. En daar ook gebruik maken van onze verzuimmedewerkers. En ook al... Dat waren ook verzuimmedewerkers die misschien al wat ouder waren. Maar... Doordat we ze wel aan het werk konden zetten, kwam daar heel veel enthousiasme. En was er heel veel enthousiasme omdat ze konden gaan werken. En in gesprek konden gaan met cliënten. En uiteindelijk hebben we daardoor dus onze kennis en kunde kunnen centraliseren in zo'n beeldzorgteam. En toen in één keer ging het groeien. Had het net ook al een keer over dat doel. Nou, je gaat een paar doelen stellen, die urgentie. Wat is daar ook heel erg belangrijk in? We merkten dat het heel erg belangrijk is dat die visie ook echt uitgedragen wordt door onze directeur en door onze manager. Laat hun in gesprek. En we gingen een doel stellen. Ons doel is 15% in de wijk moet binnen 2 jaar iets van digitale zorg hebben. Dus dat doel moeten we in juni 2024 hebben gehaald. En want we hebben zo'n 1000 cliënten, zeg maar. Dus dat zou dan 150 cliënten zijn. En de visie hebben we gemaakt. Dus onze visie is gewoon geworden digitaal tenzij. En dat is eigenlijk waar we mee gestart zijn. Gewoon kort en mondig. We willen meer naar digitaal tenzij. Zo zijn we gestart met Team Digitale Zorg. En wat we eigenlijk toen hebben gedaan, daar is communicatie echt key. Eerst gewoon naar al die wijkteams weer naartoe. Wat vind je ervan? Dit is ons idee. Dit hebben we besproken. Waar heb jij behoefte aan? Echt het gesprek aangaan. En niet alleen met mij als projectleider. Maar ik ging dat samen doen met mijn collega Priscilla. Die gewoon ook echt uit de wijk komt. Want dat versterkt veel meer de boodschap dan dat het komt vanaf kantoor. En jij gaat mij vertellen dat. Dus het was veel mooier dat zij dat vanuit de zorg ook echt kon vertellen. En dat die urgentie en de groei naar zoveel meer zorgvragen. En steeds minder medewerkers eigenlijk. Dus hoe konden we die zorg anders en efficiënter gaan inrichten. Samen dus ook met verzuimmedewerkers. In gesprek dus met wijkteams. Gewoon die zaadjes gaan planten. Steeds iets aan informatie daarin delen. En niet alleen met je wijkmedewerkers, maar ook met je cliënten. We hebben op een gegeven moment gewoon een persoonlijke brief gestuurd naar onze cliënten. Met dit is het idee, dit willen we willen gaan doen. En we merkten dat toen ons team digitale zorg ging lopen, toen ging het echt lopen. En dat was zo leuk om te zien dat we gewoon binnen een maand of binnen anderhalve maand in één keer 10 compaancliënten erbij hadden. En daar heb ik echt de eerste paar maanden zo hard voor gewerkt. En nu in één keer was het er. Omdat je in één keer met een team erachter staat. En enthousiasme. En we konden er ook volop in. Zeg maar. Ik heb ook andere werkzaamheden. Dus zodra een compaan aanvraag was. Nou, dan ging ik pas 2 weken later daar naartoe. En team digitale zorg. Als je vandaag iets aanvraagt, is het einde van de week
is het gewoon geregeld. En dan zijn we bij de cliënt langs geweest, dan is de wijkteam op de hoogte, de mantelzorger weet er vanaf, dan is het al helemaal ingericht, hebben we al geoefend. Dus dat werkt ook heel mooi. En toen dat een beetje liep, toen hadden we ook zo van, nou, we hebben het team ook opgezet met een subsidie, dus we hadden toevallig ook nog wat over daarvan. En hoe gaan we nou echt ervoor zorgen dat die hele denkwijze ook echt gaat veranderen? Dus we zijn echt wel het persoonlijke gesprek al aangegaan. Maar hoe zorg je er nou voor dat iedereen daarin meegaat? En dat die denkwijze dus verandert naar, ik ga eerst kijken wat er digitaal ingezet worden en daarna ga je pas naar fysieke zorg. En toen hebben wij Let's Go Digital maand geïntroduceerd, waarin we allemaal verschillende acties hebben gedaan. We hebben inspiratiesessies gegeven online. We hebben een bingo kaart gemaakt met allemaal verschillende digitale zorgopdrachten wat ze moesten doen. En dat kon dan gewoon zijn een selfie maken met je team, tot je opgeven voor een teamcursus. Maar ook kijk eens naar jouw cliëntenlijst. Kijk eens waar kunnen we nou nog meer zorg digitaliseren en waar kunnen we tijdsbesparing halen. Dat is toen heel goed gelukt en dat hebben we afgesloten met een groot evenement, Ontzorgen in 2040, waar we ook echt die urgentie en onze visie wilden neerzetten van waarom doen we dit nou precies en niet om te beangstigen van nou je moet veranderen, dat is het echt niet. Dus juist hoe gaan we samen ervoor zorgen dat we allemaal met werkplezier en met fijn en veilig kunnen blijven wonen voor de cliënt, zorg kunnen blijven inzetten. Die persoonsgerichte zorg kunnen blijven inzetten, ook straks in 2040. En daar hebben wij dus Let's Go Digital. Dat hebben we samen met een ander bureau gedaan. Hebben we dit helemaal opgestart. Dus ze hebben ons echt heel erg geholpen met de communicatie, want we hebben heel veel mailtjes gestuurd, nieuwsbrieven. Wat ook heel belangrijk is, we hebben in elk wijkteam hebben wij een digidoener aangesteld. Wij noemen ze digidoeners, het zijn ambassadeurs voor digitale zorg. Dus we hebben een team digitale zorg en in elk wijkteam zit nu dus ook zo'n ambassadeur. En ze hebben zelf de naam digidoener bedacht. En dat maakt ook echt de communicatie tussen dat team digitale zorg heel sterk. We komen ook eens in de zoveel tijd met elkaar samen. Zo start je ook echt het gesprek. Ideeën worden ook echt aangedragen. Ja. Dat werkt heel goed. En ik had net even op mijn lijstje geschreven, wat wil ik allemaal nog meer vertellen. We zijn ook heel erg enthousiasme geen gebrek hier, geloof ik. Nee, netwerkbijeenkomsten, ook heel erg belangrijk. Om ook continu die informatie te delen, maar ook samenwerkingsverbanden. Wij zitten bijvoorbeeld heel dicht bij het Amstelring ziekenhuis, maar ook de Amstelring, ook de thuiszorg. Daar praten we gewoon echt regelmatig mee van hoe doen jullie het en hoe doen we het in de regio? En hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat we dit gewoon gaan aanpakken? Ja, samenwerking wordt inderdaad steeds belangrijker. En als je zeg maar daar in de keten kijkt, hè, want bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat ook mensen die verwijzen naar jullie als thuiszorgorganisatie, huisarts, het ziekenhuis misschien. Heb je die ook meegenomen in Let's Go Digital? Ja, dat hebben we gedaan. We hebben dus eigenlijk ons hele huisartsenbestand bekeken en waar we echt contact mee. En die hebben we allemaal geprobeerd te informeren. We hebben ze een brief gestuurd. Ja. Wat nou wij doen als zonnehuis. En hoe wij hun mee willen nemen in die verandering. Dus dat het ook echt vanaf de huisarts al gedacht kan worden van, deze cliënt die heeft misschien medicatieherinnering nodig. Nou, dan gaat daar meteen een wijkverpleegkundige heen. Nou, dat is dus niet het idee. Het is dus echt van, dat de huisarts al kan denken van, maar we kunnen daar dus eerst beeldzorg in zetten. Of misschien een medicijndispenser om te starten. Ja. En wat eigenlijk in die hele maand ook gebeurd is, we hebben dus al verschillende inspiratiesessies gehad. We hebben ook informatie opgehaald. Ook wat er dus speelt bij andere mensen. We hebben dus deze informatie gedeeld met onze medewerkers, maar ook met externe. Dus mensen waar wij eerder al contact mee hadden, zorgverzekeraars, zorgkantoren, huisartsen, die hebben allemaal proberen uit te nodigen. En al hun vragen ook opgehaald. En waar heb je nou behoefte aan? En daar is uiteindelijk ook een soort beslisboom uitgekomen. Met, ik heb deze zorgvraag. Wat is dan nu de eerste stap of eerste denkwijze in digitale zorg? En die hebben we uiteindelijk ook gemaakt.
Die hebben we nu neergelegd bij onze digidoeners. En zij gaan het nu meenemen naar de rest van de wijkmedewerkers. En komen dan weer terug met feedback. Dus we doen het ook echt samen. Het is niet iets wat top-down gestuurd wordt. En wat er nu heel erg in de regio speelt, is dat we veel meer gaan kijken vanuit het vijf-fase model. Dus zelf tenzij, je netwerk, mantelzorg, hulpmiddelen, thuis tenzij. En dan pas naar fysieke ondersteuning of misschien verpleeghuis. Ja, ja. En dat model het allemaal zelf, Michelle? Er is wel dagtaak aan als ik het zo hoor. Al die dingen die jullie ondernemen, is echt indrukwekkend als ik het zo hoor. We hebben dat best wel veel gedaan samen met een externe communicatiebureau. Dat is echt onze kracht geweest dat we dat konden doen. Want we hebben zelf anderhalf persoon op communicatie zitten in onze organisatie. Ja. En dat red je helemaal niet. En ik ben zelf ook niet... Ik heb geen communicatieopleiding per se als achtergrond. Dus dat... Ja, genoeg creatieve ideeën, maar het uitwerken of de designs of zo, daar hebben we gewoon echt, daar maken we dus echt gebruik van externe, daar waar anderen hun krachten liggen. Ja. Dus dat werkt echt heel goed. En dat zit ik net ook te denken, we hebben ook video's gemaakt, ook van onze cliënten, wat vinden zij er nu van? Maar ook van ons team Digitale Zorg, van wat doen we nou precies? Dus even een kort videootje van... wat houdt dan digitale zorg in? Wat leveren? Ja. Wat is dat verschil dat je maakt? Dat hebben we ook nog allemaal gedaan. Als ik naar jullie kijk, wat Michelle zei, we hebben anderhalf persoon op communicatie zitten. We hadden het net over een projectleider, hè, die dan met mandaat een plan maakt, met acties en dergelijke. Betrekken jullie de afdeling communicatie in dat soort plannen binnen jullie organisaties? Ja. Wij hebben twee. Ik heb twee collega's die werken bij communicatie. Een van de twee heeft ook al een tijdje even in ons Scrum-team gezeten. Zij geven gewoon advies. Ja. Ze hebben gewoon ook inhoudelijke input natuurlijk. Hè. We kregen ook natuurlijk na ons eerste filmpje een aantal tips. Heel goed, van joh, volgende keer. Oh ja, dat is mooi hè. Ik ben natuurlijk totaal geen expert, dus we hebben ook gewoon wel enigszins nagedacht, maar ook wel toch maar wat gedaan. Dat is heel fijn. En kijk, als wij professionele video's maken, dan gaat het altijd gewoon met communicatie en ook met een professioneel bedrijf. En dat is toch ook gewoon weer net even anders. Dus we zijn ook bezig met wel zo'n soort video te maken die je dan wel kunt delen met bijvoorbeeld netwerkpartners. Maar dat is altijd in goede samenwerking. En jullie, Saskia? Ja, wij hebben drie collega's op de afdeling communicatie. En we hebben heel gericht op basis van de plannen die we gemaakt hebben ook een communicatieplan gemaakt. En daar is ook één collega vanuit onze afdeling communicatie ook echt bij betrokken. En ook bij de uitwerking daarvan. Dus gezamenlijk hebben we de prioriteiten bepaald. Ja. En samen bepalen we dan ook de invulling. En zeg maar in de volgende fasering gaan we ook steeds met elkaar het volgende stukje ook weer afbellen met wat hebben we hier te doen. Want eigenlijk maak je... Ja, voor iedere verandering wel weer een nieuw plan wat zich heel erg daar toespitst. Ja. Met het grote plan schets je wel de kaders, welke mix hebben we te doen en welke middelen hebben we, voor welke stakeholders en welk doel wil je met je communicatie bereiken. Want ik zeg altijd maar, het is echt een vak en dat moeten we zeker niet onderschatten. En ook het effect ervan is heel belangrijk. Ja. En welke doelgroep, hè? Dat is een mooi bruggetje. Ja. Dank je. Ja. Want wij dachten, het is ook interessant om met elkaar eens te kijken welke doelgroep voor jullie als kijkers, hè, dat is even denk ik in deze heel belangrijk, hè, want het gaat niet in algemene zin, het gaat binnen jullie organisatie als kijker naar dit webinar, dan moet je eigenlijk als referentiepunt pakken. En dat is de vraag eigenlijk, als je het gaat hebben over communiceren over digitale zorg, welke doelgroep vind je dan het meest relevant? En daar hebben wij een poll voor gemaakt. Dus als het goed is, zien jullie nu... En helaas, dames, wij mogen niet stemmen. Maar, althans, wij kunnen niet stemmen technisch gezien. Maar de mensen die kijken, kunnen dat wel. Dus ik ben eens heel benieuwd hoe onze kijkers hier naar kijken. Of dat de cliënt is, hè, die waarmee het meest gecommuniceerd wordt. Is dat juist de... indicerend wijkverpleegkundige. Hè? Stel je voor, iedere nieuwe cliënt willen we zelf mantelzorger dan wel technologie of hulpmiddelen
Is het juist die indicerend wijkverpleegkundige die zo belangrijk is? Is het de zorgverlener in de wijk? We hebben ze bewust in voorbespreking ook gezegd, we trekken ze uit elkaar. Het is zelf ook wel interessant vinden om daarover te spreken. Familie, doorverwijzers. En misschien is de verzekeraar wel super relevant. Die betrekken we natuurlijk ook graag erbij als compaan zijn. Dus ik ben even benieuwd naar de mening. Ik zie dat er flink wordt ingevuld. Hebben jullie daar gedachten over, dames? Bijna, dat je niet zou kunnen kiezen, Joost. Want je hebt ze ongeveer allemaal nodig. Ja. Dat is de crux inderdaad, hè? Ja. En tegelijkertijd is het misschien ook wel de kracht als je gaat communiceren om juist een doelgroep te kiezen. Om wel een focus te heel specifiek naar te kijken. En daar echt iets specifieks op te maken. Ja, klopt. En dat is natuurlijk wel weer mooi aan jullie magazine. Want als ik naar jullie magazine kijk, dat kun je eigenlijk bij iedereen neerleggen. Ja, omdat dat zoveel lagen heeft. De verhalen voor de cliënten. Je neemt de zorgverleners mee en de wijkverpleegkundige over alles wat er speelt. En dit kun je ook bij wijze van spreken, als er inkoopgesprekken over zorg gevoerd worden, kun je dat bij de verzekeraar. Ook mee. Ja, klopt. Inderdaad. En leveranciers, ook een belangrijk aandeel om te laten zien waar je naartoe wil, om ze mee aan te zetten tot innovatie. Ja. Die hebben er nog niet eens tussen zitten. Dat klopt. Ik ga de resultaten met jullie delen. En dat is als volgt. Daar gaan we. Als het goed is, zien jullie het hier. 32% van onze kijkers vindt communicatie met cliënten het allerbelangrijkste. Super interessant, hè? Want hoe ga je je cliënten inderdaad vertellen over digitale zorg? En alles wat daarbij komt kijken, stippen we misschien zo meteen nog eventjes aan. Indicerend wijkverpleegkundige 15 en 42% de zorgverleners in de wijk. Dus eigenlijk de collega's, die worden het meest belangrijk geacht. De collega's in de wijk. En dat vind ik super interessant. Ik zal zo zeggen waarom. Familie wat minder zie ik. Dat verbaast me eigenlijk wel een beetje. En doorverwijzers inderdaad 6%. Er zitten waarschijnlijk een paar mensen van verzekeraars die zorgen voor de 2% in het webinar. Wat vinden jullie als jullie dit zo zien, Tessa? Wat zijn jouw gedachten? Wat zou jij gezegd hebben? Ja, ik zou indicerend wijkverpleegkundige hebben gezegd. Okay. Het komt ook vanwege de fase van waar wij nu in zitten met beeldzorg. Ja. Als deze groep niet mee is, dan heb je echt wel een grote uitdaging. Die is bij ons dus heel erg mee. En dat werkt gewoon heel fijn. Maar ik ben het er ook wel helemaal mee eens, die eerste groep, de cliënt zelf. Want wat ook wel natuurlijk wordt genoemd, is het moeilijke gesprek wat je moet gaan voeren als een cliënt al lange tijd in zorg is. En we gaan het veranderen. En dan is de boodschap van het wordt misschien van fysiek naar beeld. Er zijn zeker cliënten die dat natuurlijk heel fijn vinden, want die vinden het eigenlijk heel prettig om veel minder afhankelijk te zijn en de compaan mee te kunnen nemen op hun weekend weg of naar hun kleinkind. Ja. Maar het is ook fijn als dus cliënten zelf aangeven van, joh, ik wil dat wel, ik vind dat wel interessant. Dus het is wat mij betreft ook een belangrijke groep om mee te nemen in de communicatie. Ja. Bij jullie, Michelle, heb jij, als je deze uitkomsten ziet, of als je over communicatie nadenkt, wat zou voor jullie de belangrijkste groep zijn geweest? Ja, ik denk dat wij voornamelijk heel erg gestuurd hebben op iedereen in de wijk, dus echt alle zorgverleners in de wijk. Ja. En dat merk je ook heel erg aan onze digidoeners. Dat hoeven niet per se wijkverpleegkundigen te zijn om dat gesprek aan te gaan met de rest van hun eigen wijkteam. Maar wat we wel ook echt heel sterk merkten, is dus dat ook wel onze wijkmedewerkers zeiden van, je moet het ook gaan communiceren naar cliënten en naar familie, dat deze verandering eraan komt. En dat hebben we eigenlijk gedaan toen we Team Digitale Zorg gingen opstarten. Toen hebben we gecommuniceerd naar de cliënten die digitale zorg gaan gebruiken. Of die dus al in de loop zaten daarvoor. Maar nu zijn we eigenlijk ook aan het kijken van, kunnen we niet communiceren naar al onze cliënten? Dat dit dus ook gewoon een urgentie is en een verandering in de maatschappij, die ook er gewoon aan gaat komen. Of zij daar nu al voor in aanmerking komen, of misschien later, of helemaal niet. Je wilt ze wel er even in meenemen. En dat die optie ook voor hun er is. Dat, misschien willen zij wel heel graag
een medicijn dispenser of misschien willen ze wel heel graag meer dagstructuur hebben met een compaan agenda. Ja. Dus het kan misschien eigenlijk ook nog wel vanuit de cliënt zelf gaan groeien. Dus die gaan jullie... we ook nog. Sorry, ik ontbreek. Jullie zei dat je, net dat jullie ook echt brieven hadden uitgestuurd naar cliënten over digitale zorg, hè? Of de inzet van digitale zorg. Ja, precies. Ja, je communiceert natuurlijk ook heel anders naar andere doelgroepen. Ja. En onze beste communicatie naar cliënten is toch een persoonlijke brief aan huis aangeleverd. Mm-hmm. Want niet alle cliënten hebben een e-mail bijvoorbeeld. Of kijken op social media of hebben een intranet. Nee. Maar dat zijn dus wel weer communicatiemiddelen of kanalen die we weer gebruiken voor onze zorgverleners. Dus daar mailen we naartoe of maken we gebruik van ons intranet, maar ook gewoon onze social media. Ja. Proberen we echt te gebruiken om externe te informeren. Ja. Ja. Wij hebben onze folderlijn, echt aangepast ook voor de wijkzorg. Dus, dat is ook echt helpend om een ander gesprek aan te kunnen gaan. Ja, en verder moeten allerlei andere tools, zoals de zorgovereenkomst en dergelijke, ook faciliterend zijn aan het feit dat je dit doet. Hè? Dus er zijn weer vinkjes te zetten. Ja. Ja, precies. Je neemt het ook meteen mee in het intakegesprek. En wij hebben het ook in onze folders aangepast. En daar staat het ook in. Als je als nieuw cliënt binnenkomt, dan krijg je daar ook een flyer bij. Waar ook meteen op staat dat wij als Zonnehuis ook werken aan digitale zorg. Ja. Ik vergelijk het wel eens met de tijd dat we allemaal nog steunkousen echt aantrokken bij onze cliënten. En de verandering die we daar veel ook in gemaakt hebben, is dat het natuurlijk veel meer met hulpmiddelen zelf gedaan kan worden. En als je dan al jarenlang bij iemand komt en dat al jarenlang doet, is het ook een heel moeizaam proces om ook dat te veranderen. Ja, maar dat lukt wel. Dus het is makkelijkst om aan de voorkant, als iemand echt in zorg komt, om dan onmiddellijk af te pellen wat kan hier met technologie opgelost worden. Of wat kunnen we binnen een x-aantal weken daarmee bereiken? Ja. Wat er ook een mooie aanvulling is, die heb ik nog helemaal niet genoemd, maar we hebben ook ons klantcentrum heel erg meegenomen hierin. Ja. In van hoe kunnen jullie als er een nieuwe aanmelding komt, misschien kunnen jullie al de eerste selectie doen. En natuurlijk kunnen we dat ook in overleg doen of samen daarnaar kijken. Maar dat is wel wat er nu gebeurt, dat het klantcentrum zelf al aangeeft, nee, deze hoeft niet direct in fysieke zorg, maar daar kunnen eens digitale zorg ingezet worden. Dat ook. Super, super. Misschien hoor ik zet af en toe mijn telefoon op mute, want collega Tessa zit aan de overkant enorm hard te typen om alle vragen te beantwoorden. Ik kijk toch eventjes over mijn scherm heen naar Tessa of er dingen zijn waarvan je zegt van goh, daar zijn veel vragen over, misschien goed om daar wat aandacht aan te besteden. Ik vond het wel een leuke vraag, hoe zorgen jullie dat het gebruik van digitale zorg niet inzakt? Oké. En ik heb ook twee vragen die over het team digitale zorg gaan. Daar kwamen er meerdere eigenlijk over, van hoe dat eruit ziet en wat die doen. Oké. Dus de eerste vraag, ik leg hem gewoon bij jullie neer, dames. Hoe zorgen jullie ervoor dat de inzet van digitale zorg niet inzakt? En dan denk ik interpreteer hem een beetje. Dus je begint met heel veel enthousiasme, je rolt iets uit, je gaat ervoor. En dan zakt het daarna in als je de aandacht loslaat. Zoiets kan ik me zo erbij voorstellen. Ik zie jullie knikken. Ja, dat is natuurlijk wel een uitdaging. Wij hebben een beslisboom die we gebruiken bij het eerste gesprek. Hè, dus dat zelfredzaamheidsgesprek of je intake, hoe je het wil noemen. En daarin hebben we nu verwerkt de zorgvragen die we middels beeldzorg in principe doen. Hè? Dus als iemand controle op medicatieinname nodig heeft, dan doen we dat met beeldzorg, tenzij het niet kan. En zo hebben we daar ook natuurlijk de medicijndispenser in staan en ook al onze hulpmiddelen. Dat is het op papier, dus dat is in ieder geval je terug of je basis voor nieuwe medewerkers of als je het even niet meer weet of zo. En het blijft natuurlijk gewoon de nieuwe manier van werken. Dus wij hebben ook heel erg nagedacht over, moet je nou een aandachtsvelder beeldzorg in het team hebben of moet je een aandachtsvelder digitale zorg? Dus ik hoor van Michelle ook dat zij daarvoor hebben gekozen. Dus wij zoeken ook nog een beetje naar, is het nou eigenlijk een teamding? Hè? Moet iedereen gewoon weten van dit is de manier van werken? Of heb je toch altijd nog iemand nodig die daar de kartrekker in is?
Maar voor nu hebben we gezegd, het is een teamontwikkeling. Het is gewoon de nieuwe manier van werken. We doen dat met z'n allen. Ja. Ja, je wilt het ook heel erg gaan normaliseren. Want natuurlijk is het eerst een project en zit je in die experimenterende fase en is het allemaal leuk. En we hebben nu heel veel communicatie erop gegooid. We hebben echt in een maand zoveel daaraan gedaan. En nu hoe ga je dan verder? Is wel het blijven delen en het blijven... Nu zijn we dus heel erg gespitst op die beslisboom die we net ontwikkeld hebben. Maar ook op die digidoeners. En die digidoeners die wij dus nu hebben. En we hebben één keer in de twee maanden volgens mij echt een overleg met hun. En Team Digitale Zorg heeft zelf regelmatig een overleg. Daar moet dat vlammetje blijven branden, zeg maar. Het is eigenlijk geen project meer. Want dat moet gewoon genormaliseerd worden zoals dat je ook andere dingen doet. Wat wij heel erg opgehaald hadden verder uit die maand, was ook dat medewerkers vroegen van, maar waar kan ik dan informatie blijven vinden hierover? En toevallig hebben we die vraag heel vaak gekregen. En dan is het van, hey, misschien moeten we dus ook even een platform gaan maken waar ze updates kunnen blijven lezen. Er is nu ook een nieuwsbrief die gewoon eens in de 5-6 weken gedeeld wordt. Dus zo gaan we een aantal basisdingen blijven doen, zodat die elke keer terugkomen en daar het nieuwe nieuws in naar voren komt, om ze wel gewoon warm te houden. Ja. En dus we maken ook een kennisbrief waar we eigenlijk al onze arbeidsbesparende technologische, zet ik even tussen haakjes, hulpmiddelen daarin gaan zetten. Zodat ze kunnen zien, wat gebruikt onze organisatie? Maar soms ook, waar wordt nu iets getest? Want soms dan zijn we al bezig bijvoorbeeld nu met een helpsok inzetten bij de wijk. Maar nog maar bij één team of maar bij één cliënt. En als er dan andere medewerkers zijn die daar ook geïnteresseerd in zijn, dan kan je dat wel vast die voortgang lezen. Dus dan blijf je ook op de hoogte van de digitale zorg, waar we mee, met z'n allen mee aan de slag zijn. Constante communicatie. Saskia, ik wil ook nog even naar jou, maar voordat ik dat doe, wil ik eigenlijk onze kijkers nog een vraag stellen. En dat is de volgende. Stel je weer voor, even naar je eigen organisatie kijkend. En dat is een open vraag, dus ik nodig jullie nu uit om in de Q&A het antwoord op die vraag die we stellen te zetten. En het doel is dat we eigenlijk leren van elkaar. En dat wil zeggen dat wij als Compaan leren van onze klanten, de kijkers van het webinar. En dat we misschien ook bepaalde stukjes informatie, zoals bijvoorbeeld de video van Magenta of het magazine van Saskia. Weet je, wij vinden het gaaf om dat soort dingen te delen met andere organisaties die met dezelfde dingen bezig zijn. Dus dat is ook een beetje dat we hier willen bereiken met elkaar. Zoveel mogelijk delen. En we willen eigenlijk dus weten, wat is relevant om te delen? Dus daarom bij deze de open vraag. Jongens, alsjeblieft, zet het in de Q&A. Wat zou jij vandaag de dag nu in je handen willen hebben? Of in je digitale dossier? Dat je kunt gebruiken voor communicatie. Is dat, ik zeg maar even wat, hè? Bijvoorbeeld de beslisboom waar jullie het over hadden. Is dat juist een kaart waarop staat welke argumenten je kunt gebruiken als je het gesprek voert over digitale zorg? Argumenten, tegenargumenten van cliënten, hoe je daarop kunt reageren, om daar wat kader aan te geven. Of andere zaken. Dus zet dat alsjeblieft in de Q&A. En terwijl wij de laatste 5 minuten ingaan, Saskia, jij nog gedachten over wat we net het thema dat we net bespraken, de vraag in dat kader? Ja, ik herken heel veel wat Michelle aangaf. We hebben ook een intranet waarop we steeds eigen communiceren, ook eigen opgenomen filmpjes tonen. We hebben onze eigen opleidingen in huis en daar hebben we skillslab ingericht. En daar willen we ook workshops vandaan gaan aanbieden. Ja. De teamrolhouders kan ik je zeker aanbevelen, Tessa, of hoe jullie ze gaan noemen. Wat je ziet is dat je, als je daarmee begint, dat je ook echt wel kennis over te dragen hebt op die teamrolhouders. Dat ze om stevig in hun vel te kunnen staan en ook de collega's in het team mee te kunnen nemen. En wij hebben ook wel, onze ervaring is ook wel dat je soms in een fase iets stagneert en daarna weer doorgroeit. En wat we vooral bij beeldschermzorg merken is dat er altijd een spanningsboog is tussen het creëren van volledige routes
er toch langs fietsen of de kramp op hoe krijg ik dit in mijn workload allemaal veranderd. En wat als ik nu iemand voor digitale zorg aanneem en die zorgvraag neemt toe. Ja, dus we hebben de teams daar ook in te helpen en te ondersteunen in die puzzel die daarbij ontstaat. En ik denk dat dat belangrijke dingen zijn om tot een succes te komen in die verandering. Ja. Zeker. En wat ik er mooi nog vind bij leren en ontwikkelen, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar technologie was in eerste instantie een soort vak wat erbij kwam. En wat we willen, waar we naartoe gaan, is dat je wil dat ieder vak, als je het hebt over medicatieverstrekking of dat je als je het hebt over zorgverlening of controles, dat steeds ook die digitale mogelijkheden voorbij komen. En dat is waar we binnen Zorgbalans ook met de organisatie die bij onze opleidingen verzorgt ook hard aan gaan werken. En daarnaast wil je dat mensen die niet een opleiding volgen, ook deelopleidingen kunnen doen. Dus het zijn mooie stappen. En die digivaardigheid hoor ik ook steeds wat terug. Ik denk dat we daar ook niet aan voorbij kunnen om daar aandacht voor te hebben. Ja, die vaardigheid van de medewerkers, hè? Bedoel je dan? Precies, ja. Precies. Ja. Okay. Nou, volgens mij is de zin, be careful what you wish for. Want de vraag die ik net stelde, die heeft, ik zie ze in mijn ooghoek zo het aantal dingen, in de Q&A het aantal openstaande dingen. Ik denk dat wij hier tot vanmiddag nog zitten om overal op te antwoorden en te doen in de Q&A. Maar dat gaan we netjes doen. Tegelijkertijd zijn we ook aan het einde van dit webinar gekomen. Volgens mij was het heel nuttig voor iedereen. Als ik zie naar de interactie, als ik zie Tessa die zometeen de blaren op de vingers heeft van het type hier aan de overkant. Dankjewel aan jullie, Saskia, Tessa, Michelle. Superleuk dat jullie erbij waren. Vonden jullie het leuk? Heel leuk. Zeker. Ja, het is ook leuk om andere organisaties te horen hoe zij dat hebben gedaan. En, we zijn allemaal goed bezig. Zeker. Dat is zo belangrijk, Michelle. Je zegt spijker op de kop, hè? Het is zo belangrijk dat we met elkaar en van elkaar leren. Want dat merk je, hè? Dat er zoveel organisaties eigenlijk met hetzelfde bezig zijn. En je doet het eigenlijk in je eigen kokonnetje. Terwijl er zoveel te leren valt bij wat anderen is. Dus super tof. Nou, ons volgende webinar is ook alweer gepland. Volgens mij is dat op 11 mei, als ik het juist heb. Ik had het opgeschreven, ik moet toch even kijken voor de zekerheid. Ja, 11 mei om 14:00. En dan gaat het over beeldzorg zelf. Dus het beeldzorgteam en het verlenen van beeldzorg. Vandaag is het de datum rondgekomen. Dus super tof dat we dat kunnen gaan doen. Iedereen die vandaag te gast was, krijgt daar ook weer een uitnodiging voor. Dus dat gaat zeker goed komen. Ik hoop dat jullie dan ook weer komen kijken. Saskia, Tessa, Michelle, enorm bedankt voor jullie deelname. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie erbij waren. En aan onze kijkers zeg ik bedankt voor het kijken en tot ziens. Fijne middag. Tot ziens. Bedankt. Doeg. Doeg.